Welkom weer bij dit nieuwe weekvlog. Ik heb zojuist mijn vorige weekvlog afgesloten en ik start dus nu een nieuwe op. aan het eind van mijn vorige weekvlog hoorden jullie natuurlijk al dat het eventjes niet zo lekker met me ging. Het is vandaag nog steeds vrijdag 10 juni en ik heb geen idee wanneer deze video online gaat komen. En ik heb ook geen idee wat ik allemaal deze week ga filmen. Dat heeft er gewoon echt alles mee te maken dat ik mentaal en lichamelijk er eventjes helemaal doorheen zat. Maar goed, ik krabbel er wel weer bovenop. Komt allemaal goed, dus maak jullie alsjeblieft geen zorgen om mij. Komt allemaal wel goed. Maar ik ga in ieder geval wel weer wat dingetjes filmen en zo. Het zal niet heel veel worden, dus wie weet dat het voor het eerst gaat gebeuren dat dit ook een heel kort weekvlog gaat worden. Ja, daar ga ik geen beloftes over doen, want 9 van de 10 keer met mij, dan is het evengoed toch wel weer een heel lang weekvlog. Maar we gaan het wel zien. In ieder geval is dit dus wel weer een nieuw weekvlog. Ik had in eerste instantie zoiets van, nou, ik ga gewoon eventjes helemaal niks filmen. Maar het is voor mij ook gewoon eventjes een lekkere afleiding om het wel te doen. Ook omdat ik sommige dingen dan ook lekker van me af kan praten. Het is gewoon ook echt heel erg lekker om af en toe eventjes te doen. Ik wil niet zeggen dat dat ook in de video gaat komen. Het kan ook best wezen dat ik uiteindelijk bij het bewerken die beelden ga wissen dat ik ze niet gebruik. Maar dat is voor mij wel in ieder geval eventjes een lekkere opluchting. Als ik het eventjes een beetje van me af kan praten. Dus dat, ja. Beetje raar begin misschien. Schrik alsjeblieft niet. Het komt allemaal goed met me. Dit is gewoon ook iets wat bij mij hoort. Dat mijn emoties dus ook gewoon lekker dit gaan doen allemaal. En ja, ik ga gewoon in ieder geval er wel proberen een leuk positief vlog ervan te gaan maken. Ik wil niet te veel over dat kopje van me praten en over mijn lichamelijke klachten en dat soort dingen. Ik wil het gewoon proberen echt een beetje in de positieve kant te gaan sturen, zodat ik zelf ook weer eventjes wat lekkerder in mijn vel ga zitten. Maar goed, we gaan het wel zien. Bij mij weet je het tenslotte maar nooit, maar goed. That's me. In ieder geval, nieuwe weekvlog, nieuwe dag, vrijdag 10 juni. En dat is wel een leuke dag, moet ik zeggen. Want vandaag is Dennis jarig. Dennis ligt momenteel nog wel in bed. Maar dat zal niet heel lang duren. Dan komt hij er ook wel uit. Want dan gaan we nog eventjes in huis hier aan de gang. En dan komen vanmiddag mijn schoonouders. En dan gaan we eventjes een beetje zijn verjaardag vieren. Morgen overdag komen er nog wat vrienden en wat familie om ook de verjaardag te vieren. Dus dan wordt in ieder geval wel wat aandacht aan besteed. En gisteravond heb ik Dennis zijn cadeautje gegeven. Mijn vorige weekvlog zagen jullie dus dat ik in een shop op Etsy een bestelling geplaatst had van een handgemaakte haaknaald met wisselbare punten waar ik Mike's creatieve wereld op heb laten graveren. Daarbij meldde ik ook al dat ik toen ook een cadeautje voor Den erbij besteld had. En die heb ik hem dus gisteren gegeven. En hij is er echt ontzettend blij mee. Ik zal later in het weekvlog ook nog wel eventjes Den in beeld laten komen. En vragen wat hij er echt van vindt. Maar ik heb Den dit dus cadeau gegeven. Komt dus uit dezelfde Etsy shop vandaan als mijn haaknaald. Dus de Olive Home Etsy shop is dat. En dit is dus een houten kaarsenhouder voor 5 vaccinelichtjes. En je hebt de keuze uit 3, 4 of 5. En ik heb dus voor de optie gekozen van 5. En ik heb er ook een tekst op laten zetten. Die vond ik wel heel erg toepasselijk. Namelijk Dennis Candles. Echt een heel mooi lettertype ook. Den was er ook echt ontzettend blij mee. Hij stond echt helemaal te stralen dat ik hem aan hem gegeven had. En ik was in eerste instantie ook wel van plan om het te gaan filmen. Maar ik had echt even geen puff voor. Even geen zin om die camera erbij te pakken. Ik doe dat gewoon eventjes lekker zo. Ook onder het mom van, ik heb ook een privé en niet alles hoeft op YouTube te komen. Maar hij is er echt ontzettend blij mee. En hij staat dus nu ook gewoon hier zo bij ons op tafel. En ik vond het gewoon echt een onwijs leuk cadeautje om aan hem te geven. Want ik ben door Siem, mijn haakmokkie Siem van het YouTube kanaal Made by Siem, ben ik daar dus terechtgekomen. Ik weet ook niet eens of ik dat in mijn vorige weekvlog gezegd heb, maar dat maakt ook verder niet uit. Maar
Siem die stuurde mij, of tenminste mij en Von, want Von, ik en Siem hebben een apart chatje op Facebook, waar we heel veel contact met elkaar hebben. Waar we ook praten over praatje prut, over hoe we ons voelen, om ons te inspireren, waar we mee bezig zijn. Nou werkelijk, van alles en nog wat hebben we het over. Maar daar stuurde Siem dus ook een linkje in naar dus die Etsy shop. Met daarbij dus dat ze die haaknaald had besteld. Nou, ik was gelijk al helemaal verliefd op die haaknaald. Maar die was toen momenteel uitverkocht. En later stuurde Siem toen nog een berichtje van hij staat er inmiddels wel weer op. Dus die heb ik toen met spoed zelf besteld. Dus toen ook binnengekregen. Maar daarvoor heb ik dus de bestelling geplaatst voor het cadeautje van Dan. Want ik ben eventjes in die Etsy shop gaan kijken. En toen zag ik die voorbij komen. Ik had echt iets van, oh ja, dat is echt wat voor Dan nu. Dat gaat hij echt ontzettend leuk vinden. Dus die heb ik toen gelijk besteld. Nou, daarachteraan dus mijn haaknaald besteld. Dus mede door Siem ben ik daarop terechtgekomen. Uiteindelijk zelf natuurlijk die review video nog opgenomen van de haaknaald. Die ontzettend goed ontvangen is. Ik heb inmiddels dus ook zelf al contact gehad met de eigenaren van de Etsy shop via Etsy, maar ook via Instagram, want we volgen elkaar dus nu op Instagram ook. Heb ik echt ontzettend leuk contact met hun ook. Ze hebben ook de video bekeken en ze zijn echt super blij met die video, want heel veel van jullie hebben dus ook een reservering al bij hun geplaatst en dat vind ik echt zo ontzettend leuk om te horen. En ja, het was een bewuste keuze voor mij om die haaknaald een aparte review video te geven. Puur vanwege het feit dat het een handgemaakt product is. Wat ik echt ontzettend mooi vind. En zij ook dus echt ontzettend veel mooie dingen in hun Etsy shop hebben staan. Dat ik echt zoiets had van ja, dit soort kleine ondernemers en creatievelingen, die wil ik gewoon echt heel erg graag steunen. En daarom heb ik toen die video gemaakt. En ja, ik hoopte natuurlijk dat een aantal van jullie de video wel zouden gaan kijken en leuke reacties eronder zouden gaan laten. Dat is dus ook echt volop gebeurd. Maar ik had dus gewoon echt niet verwacht dat velen van jullie dus ook gewoon echt daadwerkelijk een bestelling bij hun gingen plaatsen. Dus dat vind ik echt super leuk dat ik dat dus daardoor heb kunnen bewerkstelligen. Dat ik hun echt een setje in de rug heb kunnen geven en daar meer bekendheid mee heb kunnen geven en daardoor ook dus meer bestellingen heb kunnen geven. Dus dat vind ik echt ontzettend leuk en daar zijn hun dus ook echt heel erg blij mee. En daar hou ik dus gewoon ook van. En ja, ik noem dat gebruik maken van mijn bekendheid. Ik blijf het een raar iets vinden hoor, bekendheid. Maar ja, ik zit nu bijna op de 9300 abonnees, dus het zijn best veel volgers en het gaan er natuurlijk steeds meer en meer worden. Althans, dat hoop ik uiteraard. Ja, en daardoor heb je een groot bereik en dat bereik dat zet ik dus af en toe ook gewoon in om anderen ook te kunnen helpen. Ik krijg van allerlei andere kanten ook hulp om bekendheid te krijgen en dat soort dingen. En het is gewoon ook echt heel erg fijn als je dus jouw bereik ook kunt gebruiken om anderen erbij te helpen. En dat geeft gewoon zo ontzettend een lekker gevoel als dat ook daadwerkelijk gebeurt. En dat gebeurt dus nu ook met de Etsy shop van de Olive Home. Dat er dus gewoon echt heel veel mensen een reservering ook geplaatst hebben voor die haaknaald. Een hele enkele keer komen die haaknaalden dus weer bij hun in de Etsy shop te staan. Dus ga die Etsy shop dan gewoon echt volgen om dus op de hoogte te blijven of die naalden er überhaupt zijn. Nou, mocht je zoiets hebben van haaknaald, haaknaald, waar heb je het in hemelsnaam over? Dat is dus deze. Pak hem er gewoon nog eventjes bij. Ik zal ook eventjes het linkje naar die Etsy shop en de review video uiteraard ook linken onder in de beschrijving van deze video. Dan kunnen jullie daar ook eventjes een kijkje gaan nemen. Maar dat was dus deze haaknaald. Daar heb ik dus Mike's creatieve wereld op laten graveren. En het is dus een handvat van olijfhout. Waar je dus punten op kunt draaien. Waardoor je dus een verwisselbare haaknaald hebt. En die punten worden er dus bij geleverd. Die zitten dus in een apart zakje. Allemaal verschillende maatjes. En hij haakt echt ontzettend lekker. En
Ik heb ervaring met andere verwisselbare haaknaalden gehad. Die heb ik inmiddels niet meer, want die heb ik weggegeven. Want daar kon ik het gewoon echt niet mee worden, omdat dat meer van plastic gemaakt was. Nou, en met plastic haaknaalden haken, dat vind ik echt verschrikkelijk. En dit is dus een metalen naaldpunt. Hij is helemaal van hout. Alleen het bovenste stukje is dus van metaal gemaakt. De punten zijn van metaal gemaakt. Haakt gewoon echt ontzettend lekker. Dus wil je er meer over weten? Kijk eventjes die review video. Neem even een kijkje op die Etsy shop. En dan mocht die naald er dus niet op staan op die Etsy shop. Kun je wel eventjes een berichtje sturen naar de eigenaar van de shop. Er is gewoon een aparte optie van op Etsy. Dat je gewoon eventjes een berichtje naar de verkoper kan sturen. En dan kun je dus gewoon vragen of je een naald kunt gaan reserveren. Want dan doen ze dus. Daar heb ik een contact over gehad. In de eerste instantie dacht ik van nou, alles wat in de shop staat, dat is te koop. En voor de rest moet je maar afwachten wat er gaat komen. Maar ze staan er dus gewoon echt nu open voor. Dat je ze een berichtje stuurt en dan een reservering gaat plaatsen bij ze. Om dus een naald te bestellen bij ze. De naald kan je uiteraard gewoon blanco bestellen. Je bent niet verplicht om er een tekst op te laten zetten. Je kan hem ook gewoon blanco bestellen. Maar ik vond het wel echt heel erg gaaf om mijn bedrijfsnaam erop te laten zetten. Dus mocht je er eentje willen, neem gewoon even contact met hun op. Dan kun je er dus eventjes een reservering voor gaan plaatsen. En dat zeg ik, ik ben gewoon echt super blij dat ik dat heb weten te bewerkstelligen voor hun. Hun zijn daardoor ook echt heel erg blij. En ik vind het gewoon zo'n mooi, uniek product. Dat ik echt zoiets had van, dat wil ik gewoon met iedereen kunnen delen. En daardoor heb ik dus die video opgenomen. Ja, en daardoor dus ook hun een setje in de rug kunnen geven. Dus dat maakt me gewoon echt heel erg blij. En dat is dus uiteindelijk allemaal begonnen. Met deze, het cadeautje dus voor Dan. Een handgemaakte vaccinelichtjeshouder. Met dus de tekst erop, Dennis Candles. Aangezien Dennis dus echt heel erg van het kaarsen maken is, had ik zoiets van, ja, dit is gewoon echt het perfecte cadeautje voor hem. Dus, weer een heel erg lang intro. Dat valt me altijd op dat mijn intro's voor een weekvlog altijd lekker lang duren. Maar goed, knip er waarschijnlijk ook wel weer stukjes tussenuit en dat soort dingen. Dat doe ik ook vaak wel hoor, als het echt te lang gaat duren. Maar goed, in ieder geval. Ik ga in ieder geval kijken hoe deze week gaat verlopen, wat ik ga filmen, wat ik ga doen. Aankomende zondag trouwens, dan is het de 12e. Dan is er een, ik noem het even een kofferbakmarkt in Schagen bij de Magnushof. De Magnushof is een groot verpleeghuis in Schagen. Mijn schoonmoeder en die staat daar met een oud buurmeisje, waar ze dus gewoon nog steeds heel goed contact mee hebben. Staan ze allemaal handgemaakte spulletjes te verkopen. Waaronder dus ook echt heel veel handgemaakte kaarten. Want dat doet mijn schoonmoeder dus onder andere ook zelf. Die is ook echt een creatieveling. Die maakt heel veel kaarten zelf en die staat ze daar dan te verkopen. Ook andere dingen verkopen ze daar nog. Maar Dan gaat er ook heen en die neemt een hele lading van zijn eigen kaarsen mee. En die gaan daar verkocht worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik weet zelf niet of ik ook heen ga. Want momenteel wil ik eventjes de prikkels voor mezelf zo laag mogelijk houden. Zodat ik gewoon echt versneld aan mijn herstel kan werken. En ik had ook andere plannen eventueel nog. Maar die heb ik dus gecanceld. Omdat ik echt zoiets heb van ja, ik bleef er wel plezier aan. Maar het zijn even te veel prikkels. Die moet ik nu gewoon niet aangaan. Gewoon eventjes aan mijn herstel werken. Dus gewoon eventjes proberen zo min mogelijk heftige prikkels binnen te krijgen. Maar ik denk wel dat ik Dennis deze camera even mee ga geven. En dat ik het marmotje erop ga plaatsen. Dan kan Dennis eventueel daar ook gaan filmen. Dennis heeft inmiddels ook al een beetje vlogervaring. Maar dan kan dat in ieder geval ook lekker in beeld worden laten zien. Kijk, ik zoek ook hier. Kijk, en met mijn marmotje bedoel ik dus dit ding. Dit is een clipje. Wat ik dus op mijn camera klik. En dat gaat dan over de microfoon heen. En dit houdt dus wind tegen en het werkt echt super goed. Een paar weekvlogs terug heb ik natuurlijk lopen vloggen in het park en daar was het toen echt enorm aan het waaien, maar door dat marmotje hoorde je er eigenlijk helemaal niks van. Dus genoeg geouwehoerd.
Anders zit ik over een uur nog met dat ding in mijn hand. Ik ga nu lekker even weer aan tafel zitten en het laatste deel van de call in orde maken. Dat heb ik volgens mij ook in mijn vorige week vlog verteld, dat ik dus weer met Eva aan de slag ben gegaan. Was een project wat er al een hele tijd lag. Ik zag het toevallig in mijn herinneringen voorbij komen dat het dus alweer ruim een jaar of 1,5 jaar geleden is dat ik daarmee ben begonnen. Maar inmiddels hebben we het dus weer opgepakt. Het was één ontwerp van Eva en die heb ik omgetoverd tot 3 delen. En het gaat dus een call worden. En het wordt dus een call in 3 delen. En ik moet nog even het laatste stukje in orde maken. En dan is dat klaar. Eva is momenteel ook de garis weer aan het samenstellen voor mij voor een derde kleursamenstelling. En met die samenstelling ga ik dan de tutorials opnemen. De introductievideo ga ik daarmee opnemen. Dus dan ga ik alles filmen en in orde maken. En als dat echt allemaal klaar is, allemaal verborgen, geüpload is op YouTube, dan gaan Eva en ik een datum prikken om de call te lanceren. En dat wordt echt een super, super leuk project. Ik heb natuurlijk ook een keer eerder een call gedaan met Eva voor de Flowerback Call. En die is echt ontzettend goed ontvangen door jullie. Er zijn echt ontzettend veel tassen gemaakt. Echt ontzettend leuk om te zien. En er gaat dus nu weer een nieuwe call komen. Een compleet ander project. Een heel leuk project. Prima te doen voor iedereen. Evengoed een leuke uitdaging ook voor iedereen. Dus daar ga ik lekker eventjes mee aan de gang. En verder gaan we het wel zien. Ik ga voor nu in ieder geval nu even afsluiten. Want als ik ook helemaal begin met praten, dan gaat het maar door. Maar goed, nieuw weekvlog dus. We gaan wel zien hoe de week gaat lopen. We gaan ook überhaupt sowieso wel zien wanneer deze video's online gaan komen. Ik ga straks in ieder geval eventjes de bestandjes van het vorige weekvlog op de computer zetten. Zodat ik nu alleen op mijn camera de bestandjes heb van dit weekvlog. En dan zie ik wel wanneer ik de boel ga bewerken en uploaden. Dus de weekvlogs die zijn er even goed wel, maar die zijn dus even uitgesteld omdat ik eventjes niet de puf en zo heb om de video's te bewerken vanwege mijn concentratie, wat gewoon echt vreselijk is momenteel. Maar de gemaakte weekvlogs die komen dus wel gewoon online, alleen dus eventjes op een later moment. En het kan ook best wezen dan dat ik deze 2 weekvlogs dus vlak achter elkaar gaan uploaden, waardoor mijn weekvlogs wel weer een beetje synchroon gaan lopen met de weken dat ik aan het filmen ben. Maar goed, dat zien we allemaal wel. Eerst mezelf even weer goed op de rit. En ik ga jullie bij deze gewoon even veel plezier wensen met het bekijken van dit weekvlog weer. Ik hoop hem dus wel positief te krijgen. Ik merk nu al wel aan mezelf ook dat ik soort van somber het vlog begon, maar nu ik eenmaal weer aan het filmen ben, toch wel weer wat positieve energie door me heen voel vloeien. Dus het werkt ook gewoon therapeutisch, het filmen. Dus dat is ook eventjes die schop onder mijn kont die ik moet geven. Dat ik gewoon lekker de camera erbij ga pakken. Ook gewoon lekker aan de gang gaan. Geeft positieve energie. En achter de camera ga ik gewoon lekker bokzagrijnig zijn. Dat vind ik ook gewoon. Maakt allemaal niet uit. Dat is dus ook iets voor mij. Ik heb verschillende petjes, maskertjes. Hier ben ik Mike van Mike's Creatieve Wereld. Privé ben ik gewoon Michael. Met zijn mankementjes, kreupelheden, chagrijnigheden, emotieschommelingen en dat soort dingen. Dus allemaal verschillende persoonlijke heden. Maar goed, heel veel plezier kijken met het kijken van dit weekvlog. Ik moet echt gaan afsluiten, anders ga ik echt een uur lang door. Dus veel plezier met kijken, veel plezier met wat jullie allemaal gaan doen. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. Ik hoop nog steeds, maar het is echt een heel hoog streven wat waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar ik hoop echt op 8 juli toch heel stiekem de 10.000 abonnees aan te tikken. Want het is echt een leuk cadeautje die jullie mij kunnen geven voor mijn 4-jarig bestaan van mijn YouTube-kanaal. Dus mocht je nog geen abonnee zijn, klik vooral eventjes op die abonneerknop om abonnee te worden van mijn kanaal. Kost je helemaal niks. Klik dan ook eventjes op het belletje om een melding te krijgen in het vervolg als je geen video van mijn kanaal wil missen. En je helpt me ook enorm als je deze video een duimpje omhoog gaat geven. Want dat vindt het algoritme van YouTube heel erg leuk. Daardoor word ik ook weer bij anderen aanbevolen. Waardoor dus meer mensen mij gaan ontdekken ook. En daarmee mijn kanaal ook verder kan gaan groeien. Dus mocht je mij willen helpen daarin,
Abonneer, druk op het duimpje, laat een reactie achter of iets dergelijks. En dan ja, gaan we wel zien wat deze week gaat brengen. Ik ga dus nu echt op het stopknopje drukken. En jullie gaan wel zien wat er allemaal aan bod gaat komen in dit weekvlog. Nou, ik heb inmiddels 2 van de projecten klaar voor de call van Eva. Die heb ik afgerond, fotootjes van gemaakt. Dus dat is in ieder geval gebeurd. Nu wachten op het pakketje van Eva voor het derde project. Die ga ik filmen. Dus lekker bezig wat dat betreft. Niet gedoucht, niet geschoren. Ja, krijg je op die leeftijd. Ik moest even een shirt aantrekken van hem. Maar, krijg je op die leeftijd. Ja, ik zie het in het schermpje ook al. Dat het... Ja, het is dramatisch. Oké. Okay. Koos dramatoos. Ja, dat krijg je. 14 jaar, 41 jaar ervaring. Ja. Cadeautje gehad. Van Michael. Een, ik wou zeggen kandelaar, een kaarsenstandaard. Van hardhout, eikenhout lijkt het wel. Met mijn naam erin gegraveerd. Dennis Kendalls. Ja. Nou, Dennis. Dat ben ik. Oh ja, ik moet daar kijken. Van Michael gehad. Ja, wat vind je ervan? Leuk. Maar waarvan hier was het ook alweer? Want jij hebt daar al eerder iets van gepost, maar ik weet die naam niet. Die het gemaakt heeft. Van je haaknaald, die maakt het. De Olive Home. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Oh, dat is olijvenhout misschien wel dit. Ik denk het wel, ja. Ja, mijn haaknaald. Nou ja, dat heb ik natuurlijk al verteld in het begin van dit vlog. Dat mijn haaknaald van olijfhout is gemaakt. Maar ja. Ik denk dat het die ook wel voor gemaakt. Want dan ruikt het in ieder geval wel naar. Hij raakt hetzelfde als mijn haaknaald. Ja. Oh, dan was even een plafonnetje. Dat. Ja. En dan ga ik straks. Komen mijn ouders. En dan gaan we een paar pakketjes maken. Voor morgen. Nee, overmorgen. Gaan we de gemaakte kaarsen die ik heb gemaakt. Een aantal. Mooi inpakken. En heb ik ook al een dingetje voor klaargelegd, hè, net. Hoe? Dan eventjes een plateautje. Ik moet zo oppassen met filmen nu. Anders laat ik het project zien. Dat is niet de bedoeling. Daar zitten een paar kaas op. Ik heb op de schuur heb ik nog klaarstaan. Dan gaan ze mooi in folie inpakken, een aantal. Ja. Ik heb ook ondertussen... Want Von, was dat de vorige vlog dat ik zei van... Von die had een messengerbericht gestuurd natuurlijk. En was de eerste koper van mijn mooie ja, dat, garen. Dat zit al in het vlog wat online is. Ja, nou, en aan de hand van de foto van Von, denk ik, die had ze gepost... was er iemand die had ook een messengerbericht gestuurd. En die wilde 8 kaas hebben. 4 kleine, 4 grote. Ja. Dus de tweede doen nog niet actief aangeven. Maar nou ja, ik denk als er af en toe een berichtje binnenkomt, dat kan wel. Ik moest gelijk wel weer aan de slag, want ik wilde voor zondag natuurlijk wel een aantal hebben. Maar dat is ook wel leuk. Ja, nou, nog even buiten aan de slag. En dan... Ja, we kunnen gelijk wel eventjes nog een updateje tuin doen. Dat hebben we ook nou, moet eens kijken, want het is een chaos. Ja, het is een chaos, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes een updateje doen van de planten. Dus we lopen even naar buiten. Dat hebben we vorige keer ook nog niet gedaan. En er is inmiddels alweer een hoop gaande. Oh. Een hoop groeiende is er. Ik zal even mijn marmotje op de camera plakken. Ja, zoals je kunt zien groeit het allemaal lekker. Dit zijn dan de blossoms. Daar komt echt wel behoorlijk wat uit. Er zit echt van alles in. Ja, klopt. Echt allemaal bloemetjes voor de bijtjes en de vlinders. Doen het in ieder geval weer wel lekker. Nou, het is de afgelopen dagen natuurlijk ook aardig wat geregend. Ja, ze staan hier wel een beetje in de schaduw. Dus misschien moeten we weer een keertje een bak omwisselen of zo. Ja. Nou, hier is ook van alles aan de gang. Blijft de verrassing wat eruit gaat komen. Ja, die doet bak het net niet zo heel erg, maar de katten zitten er ook in volgens mij. Ja, het zal maar niks verbazen. Maar goed, er komt iets op. Daarom. Let niet op de bende verder, want we zijn eventjes de overkappingen aan het opknappen. Ja, de hortensia's die staan ook flink in groei. Nou, bij deze beginnen er nu een beetje de bloemen te komen. De klavertjes 4 doet heel mooi. En deze die gaan op zich ook lekker, daar komt ook nu het eerste bloemetje in omhoog. Klavertjes die zijn echt in overvloed aanwezig. Met bloemetjes erbij ook. Ja,
We hebben ook extra loten. Kijk, en dit zijn dus uiteindelijk leeuwenbekjes geworden. Er zitten er echt heel veel in. Nou, de zonnebloemen die groeien ook nog steeds erg lekker, maar er komt nog geen bloem meer voor. Nee, maar die moeten nog even groter worden. En deze, kijk, hier komen nu ook mooi de bloemen in. Dat is een heel aparte. Oh ja. Overal knoppen. Ja, kijk, hier kunnen we het goed zien. Dus die gaat ook lekker. Ja. Nou, en hier komen ook de eerste bloemetjes alweer op. Knopje. Overal knopjes. Dus toch gaat weer lekker allemaal. Nou, en dan eventjes een voorraad-update van Den zijn kaarsen. Aardig wat bolletjes inmiddels. Hier zit nog een laag onder deze. Dit heb ik allemaal, onder die krant zit nog een laag. Ja, dit zijn de kleine bolletjes. Nou, hier hebben we nog een bak. Er zitten ook twee lagen in. Met de platte bollen. Ja. Daar heb ik allemaal alles zo neergezet voor morgen. En hier heb ik drie dozen. Klaargezet met kaarsen. Zo drie lagen. Dus zoeken we er hier een paar van uit straks om even mooi in te pakken. Daar nog een setje. En nou, dan had ik bedacht, waar ga je het nou opzetten? Hier heb ik twee skragies. Zo, zet je die dan neer. En dan heb ik mijn schaaldelen, die planken, die doe ik er dan overheen. Ja. Dat is misschien wel leuk. Dus dat moet ik allemaal morgen inpakken. Het gaat dus allemaal mee naar de markt in Schagen. Ja. Wat ik hier doe, hè? Ben benieuwd. Zo. Ja. Birthday mail staat erop. Cadeautje. En ik weet van wie. En ik bijna. Ik heb erbij staan dat we niet vooral goed van adressen gaan delen ofzo. Oh, de wasmachine is klaar. Ja. Leuk. Moet ik het al laten zien van wie? Wat? Van Vonne en Wiebe. Wiebe en Vonne. Leuk. Hij is klaar. Er zit dus een heel orkest in. Ja. Huh. Nog meer ingepakt. Een pakje. Oeh, ik zie het al. Leuk. Het lijkt wel niet gehaakt als ik het zo voel. Het lijkt wel harder. Wauw, is het gevild? Ja. Dat is voor hem natuurlijk heel erg een klavertje vier met hartjes. En vilt. Gaaf. En daarna heb ze hem helemaal ingesmeerd met paverpoel. Ja, ik wou zeggen, want ik heb die filmpjes en ik wil dat filter, dat ziet er zachter uit, maar hij is behandeld, er zit iets. Hoe heet dat? Paver? Paverpoel. Ja, dat is een soort van textielverharder is dat. Ja, het ruikt naar niet. Oké. Ja, want het is niet keihard, maar het is bewerkt, ja. Ja. En, daarom blijft dit ook aan elkaar plakken dan of zo? Met die... Nee, dat is gewoon aan elkaar gefilterd. Dat doe je dus met het naaldje en dan kan je dat aan elkaar verbinden. Ja, en omdat het nu behandeld is met die paverpost, zal het ook wel extra verbinden met elkaar. Ja. Boobies! Ja, boobies, kijk. Past bij mijn klavertje. Ja. Ja, bij mij zien ze natuurlijk vaak genoeg die tattoos. Maar bij jou hebben ze nooit gezien. Jij hebt ook een klavertje inderdaad. Ja, we hebben allemaal een klavertje genomen. Ja. Of, nou, allemaal. Heel veel. Meer, ja, veel. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Vonne en Wiebe. Superleuk. Leuk. Die zetten we op ons... Noem ik het altaar? Ja. Want ze, nou, ga maar neerzetten bij die. Hij kan wel die is van. Kijk, zo hier. Bij. Ja. Leuk. Ja. Ja, of je legt hem gewoon neer. Ja, maar hij zei meer iets. Oké, hem zien. Ja. Ja. Oké. Leuk. Dankjewel.
Goedemorgen. Het is vandaag zondag 12 juni. 7:50. Ik ga zo rijden. De auto net ingepakt. Nou, het is nu eens een... Even kijken. Dus kraagjes. Allemaal zelfgemaakte kazen. En ik ga zo onderweg naar mijn moeder en een oud buurmeisje. En dan gaan we samen in Schagen op de markt staan. Dus van 9 tot 1. Wordt mooi weer. Het is niet een hele dag, dus hebben we de rest van de dag ook nog over. En, ja, voor het eerst op een markt. Voor het eerst kijken of mensen mijn kazen leuk vinden. En nou, we zullen wel zien hoe het vandaag gaat. Ik zal af en toe misschien even een fotootje maken of een klein stukje filmen. En dan kan Mike dat mooi gebruiken voor de weekvlog. Dus als ik me straks weer aanzet, dan ben ik in Schagen en zijn we de kraam aan het installeren. Nou, alles is opgetuigd, hè? Zijn we er klaar voor? Ja hoor, we kunnen. Even zo. Deze mic nog gemaakt zeker? Ja, zeker. De Lumiso, alles... Lumiso. Oh, dit allemaal. Kijk, wat hier alles, Mike... alles wat hier ligt is van Mike. Oh, zo. Mutsen, tassen, kools. Hoe heette deze dingen? Sjaals. Even zo doen. Ik heb er nou... Oh, dat is fidget spinners noemden ze dat. Dit? Ja, nee, toch? Okay. Zijn dat geen fidget spinners? Nee, fidget spinners zijn van die plastic dingen. Oh. Okay. Ja, maar deze zijn, dit is dan niet hetzelfde, maar dan in garen? Nee, fidget spinners zijn zo klein, rond, met drie van die jelle spijlen die namelijk. Die is daar een beetje.
Deze zit scheef. Ja, daar zijn ze ook zo'n beetje klaar met optuigen. Ja. Allemaal zelf gemaakt, hè? Ja. En die rechter ook, die knopen, die maken mee. Ja, alles zelf gemaakt. Ja, dat hoort wel bij het volgen, de creatieve wereld. Ja, tuurlijk. Even kijken. Hier maar niet alleen Mike heeft de creatieve wereld, wij ook. Alleen ons jullie wordt ook niet gefilmd. Jawel. Gewoon effies heen. En hij zei eigenlijk van niet. Nou, ik wil dat, wat maakt niet uit. Ik wil gewoon de kleintjes. Ik blauw voor jou en rooi voor mij. Rood hebben we niet. Oh. Ja, maar jij. Nee, ik wil een blauw haartje. Oh jawel, ik wil een rode of een roze voor Clarisse. Is dat een kleintje, grootje? Maakt niet. Oh, een roze is ook een leuk. En een roze voor jou. Neonroos, volgens de kleur. Nee. Nee, die andere, die. Dat is ja, precies. Dat een beetje is neonroos? Die. Ja. En dat, ja, die dat weet ik omdat ik ze zelf gemengd heb. Ja, maar ik vind het leuk als je ze mengt. Zal ik dan twee rozen doen? Ik doe gewoon twee rozen. Ik hou niet van roos. Oh, nou, jij bent helemaal een mooie. Ja, natuurlijk. Nou, dan doe ik het wel, want dan neem ik ook deze bolletjes mee. Die groene ook leuk. Die kleur is ook leuk. Die vind jij leuk. Ik vind voor deze, als het lichter is, dan zie je het iets minder goed als dat het donker is. Ja, als donker valt dat, meer op. Ja, daar ben ik met je eens. Adje, nou, kies jij er maar één. Ik weet het niet. Ik kies. Nou, die groene. Kijk, dus dat is een slijmjurk. Deze dan. Maak je vrienden hoor, hoop ik. Nou, daar zit. Dan nemen we die. Mike, hoe heten die dingen die daar hangen en draaien? Windspinners. Kijk, zie je wel dat het geen tijd is. Oké, wacht, ik zet hem uit. Het hoeft er niet in. Het hoeft er niet in. Het kaartje is leeg. Niet dat we uitverkocht zijn hoor. Alles is opgeruimd, zit in de auto. Hi Mike. Hi. Nog even wachten op het vervoer en dan kan de partytent ingeklapt worden. En dan op naar de volgende keer. Zo, hallo op deze dinsdag. Ik heb inmiddels alweer eventjes een tijdje niet gevlogd. Nou ja, zoals jullie hebben kunnen zien is afgelopen zondag Dennis op een marktje geweest. Waar ook zijn moeder stond. En daar heeft hij toch wel een paar kaarsjes weten te verkopen. Dus dat is positief. Het begin is in ieder geval gemaakt wat dat betreft. En ja, verder eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonderheden te melden. Ik heb inmiddels weer eventjes wat verder zitten haken aan het project voor Aan de Haak. Want dat had ik ook elke keer maar een beetje aan de kant geschoven. Maar ik ben inmiddels ruim 1/3 klaar nu met het project. Dus ik moet nog wel echt heel veel haken. Maar goed, dat heb ik ervoor over. Ik kreeg ook nog een mailtje van uitgeverij Scala, dus de uitgeverij van het haakblad Aan de Haak, waar ik dus nu voor bezig ben. Kreeg ik van hun dus ook nog weer een mailtje met de vraag of ze mijn mand, die ik dus al eerder ontworpen heb en ook in de Aan de Haak heb gehad, of die nog een keertje gepubliceerd kon worden. En daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. En het was nog onder voorbehoud, maar ik kreeg gisteren volgens mij nog weer een mailtje met de vraag of ik ook een soort van portretfoto van mezelf nog naar hun toe wou sturen. Zodat ze die dus ook kunnen gaan gebruiken in het blad. Dus ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit dat het patroontje van de mand wederom in een Aan de Haak gaat verschijnen. En dat wordt dan in de Home Deco uitgave. Volgens mij is dat de eerste uitgave die er nu aan gaat komen. Dus het zou betekenen als die echt weer erin komt dat het voor de derde keer dus gepubliceerd wordt, dat patroon. Echt zo ontzettend gaaf. Eigenlijk een heel makkelijk project, maar het wordt dus dan voor de derde keer in een tijdschrift gepubliceerd. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op
dat zo'n relatief makkelijk, simpel patroon al 3 keer tevoorschijn gaat komen in een haakblad. Worden ze 2e keer aan de haak. De eerste keer was aan de haak van 2020 volgens mij alweer. Dus dat is alweer een behoorlijke tijd geleden. En nu dus in de Home Deco editie. En een keer in een Duits blad ook nog eens. Dus heel erg gaaf. Maar goed, ik heb daar nog niks over teruggehoord of dat ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Mocht het wel zo het geval wezen, krijg ik in ieder geval het blad ook toegestuurd. Zodat ik dus ook een kopietje van het blad heb voor mezelf. Dat vind ik zelf echt wel weer heel erg leuk om voor de heb te hebben en voor het bewaren voor later. Ik koop eigenlijk tegenwoordig geen haaktijdschriften meer, omdat ik er toch over het algemeen nooit echt iets uit vandaan maak. Dus dan is het wel heel erg leuk als ik wel de tijdschriften ontvang waar mijn ontwerpje in staat. Dus daar ben ik best wel weer trots op. Dus ik zie dat het ook bijna 7 uur is. Dus ik ga zo direct lekker eventjes Miranda aanzetten. Ga ik lekker naar kijken en naar luisteren. En ondertussen ga ik dan verder breien aan mijn trui. Ik heb... volgens mij was dat ook zondag weer eventjes gepast om te kijken hoe ver de mouw kwam. Want ik heb inmiddels al een aardig stuk mouw gebreid. En ik kwam toen net aan op mijn elleboog uit. Dus ik moet nog een behoorlijk stukje bijbreien. Maar dat komt ook wel weer goed uit, want ik moet ook nog een aantal minderingen maken. Natuurlijk al verteld dat die steekmarkeerders die ik erin heb zitten de minderingen aangeven. Zodat ik het dus ook makkelijk weet te herkennen straks met de andere mouw. En ik zit nu op, even kijken, 2, 4, 6, 8. Dus ik moet nog 4 minderingen maken. Dan heb ik in principe gewoon het stekenaantal weer wat het patroon ook aangeeft. En dan kan ik daarna gaan beginnen met het boordje. En dan moet natuurlijk die hele andere mouw nog gedaan worden. Ik heb in de tussentijd ook nog veel aan de sjaal gebreid. Kan ik er even bij pakken nog. Want eigenlijk brei ik die dus nu alleen nog maar uit mijn hoofd. Het patroon gebruik ik niet eens meer. Omdat het gewoon echt een heel makkelijk te onthouden stuk van het patroon is. Nou, het ligt een beetje beroerd, maar... Ik heb inmiddels al behoorlijk weer wat eraan weten te breien. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer het patroontje gebreid. En volgens mij moet ik zo minimaal uit mijn hoofd iets van 12 of 13 keer het patroon breien. Voordat ik aan de rand kan gaan beginnen. Inmiddels bolletje 2 aangehecht. Dus dat is ook gewoon wel lekker om het tussendoor te doen. Lekker verstand op nul en ga met die banaan, zoals ik dat dan noem. Dus dat gaat wat dat betreft gewoon heel erg lekker. Hoe ik me verder voel, ga ik eigenlijk verder eventjes niet over uitweiden. Want daar heb ik al het een en ander natuurlijk over verteld. Het gaat nog steeds met ups en downs. Ik ben nog steeds niet helemaal 100%, maar goed... Dat heb ik gewoon nog eventjes tijd nodig om weer volledig te kunnen herstellen. Ik had in ieder geval op YouTube ook berichtjes gezet. Dus dat er eventjes geen weekvlog zouden komen. Maar er wordt echt giga lief door jullie allemaal op gereageerd. Dus dank daarvoor. Echt heel erg blij mee. Maar ja, aan de andere kant, ik heb ook zoiets van ik doe gewoon wat voor mij goed is. Wat voor mij goed voelt. En als iets niet gaat, doe ik het niet. Gaat iets wel, doe ik het wel. En ik heb voor mezelf eigenlijk gewoon het besluit genomen om te proberen niet te veel in het negatief te blijven hangen. De ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. Want ja, mijn hoofd dat gaat gewoon echt alle kanten op nog steeds. Maar ik probeer gewoon echt in het positief te leven ook. En daardoor eigenlijk ook gewoon besloten om daar ook... Eigenlijk de komende tijd niet zo heel erg veel meer over uit te gaan wijden in mijn vlogs. Mocht er echt iets te vertellen zijn op dat gebied, dan laat ik het natuurlijk wel gewoon weten. Maar
Ja. Ik ben gewoon hard aan het werk om weer op te knappen. Dat is het belangrijkste. Gaat met ups en de downs. Maar uiteindelijk kom ik er wel. Kleine stapjes komen er ook. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Tenminste, dat zeggen ze. Ik was er niet bij. Dus ja. We gaan het wel zien hoe het allemaal gaat lopen. Ik ga in ieder geval nu lekker eventjes weer aan de brei. Eventjes aan de trui verder aan breien. Dus ik berg mijn sjaal weer eventjes lekker op. Ik heb nu eventjes geen zin in een makkelijk patroontje. Het project voor aan de haak is ook geen makkelijk patroontje. Daar moet je ook continu je aandacht bij houden. En die trui, daar heb ik dat hetzelfde bij. En dat is voor mij op dit moment gewoon eventjes lekker om te gaan doen. Want dan moet ik me er eventjes volledig op focussen. En dan heeft eventjes mijn hoofd geen tijd om andere dingen te denken. Dus dat ga ik nu eventjes lekker doen. En dan gaan we wel zien hoe het verder gaat. Maar kleine stapjes, we komen er. Dat zeg ik de ene dag beter als de andere dag. Maar we komen er wel. Hallo op deze woensdag. Echt een zonovergoten dag. Echt onwijs lekker. Ik zit gewoon lekker binnen. Want buiten is het gewoon voor mij niet uit te houden. Het is daar gewoon echt heel erg warm in de achtertuin. Dus ik zit lekker binnen. Het is hier binnen gewoon echt lekker behagelijk. Ik had het zelfs een beetje fris. Dus vandaar dat ik dus ook mijn warme vest aan heb. Maar zodra ik naar buiten ga, gaat het vest gewoon gelijk uit. Maar hier binnen is het gewoon echt heerlijk uit te houden. Gisteren vertelde ik natuurlijk over aan de haak. En vandaag heb ik weer een mailtje gekregen. Want ik heb vandaag echt definitief te horen gekregen. Dus dat mijn allereerste ontwerp dus van die mand wederom in aan de haak gaat verschijnen. In de Home Deco editie gaat die verschijnen. Echt superleuk. Dus hij wordt voor een derde keer gepubliceerd. Dus dat heb ik vandaag te horen gekregen. Dus daar ben ik weer helemaal happy de peppy mee. Wanneer het blad uitkomt, weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dat heb ik al eventjes teruggemaild met de vraag wanneer die uitkomt. Dus als ik dat weet, laat ik jullie dat uiteraard weten. En tegen die tijd dat het blad uitkomt, krijg ik hem ook toegestuurd. En dan kan ik hem dus ook weer eventjes aan jullie laten zien. Dus dat is echt weer een leuk nieuwtje voor vandaag. Ik krijg er gelijk een kriebel van in mijn keel. Nou, ik ben dus ook gisteren nog lekker bezig geweest met de trui. En inmiddels heb ik dus een lege naald. En dat is een goed teken, want mijn mouw is klaar. Ik heb hem afgehecht. Klein boordje er nog aangebreid. Gewoon 2x2 rib, net zoals de kraag en de onderkant van de trui. En ik ben geëindigd dan met de moss stitch, dus met die. En ik had in eerste instantie het plan om die gebroken rib te gaan gebruiken. Maar als ik dat zou gaan doen, dan werd de mouw dus gewoon veel te lang als er ook nog een boordje aan moest komen. Dus ik heb gewoon na mijn laatste patroontje, waar ik dus ook de laatste mindering in gemaakt heb, nog eventjes gewoon afrecht, recht, afrecht gebreid. Nog eentje recht en toen het boord gestart. En daar heb ik 15 toertjes van gebreid. En toen kon ik dus afhechten. Dus mouw 1 is eindelijk klaar. 12 minderingen zitten er dus in. Vandaar dus die steekmerkeerders. Maar ja, dat hebben jullie natuurlijk al verteld. En nu moet ik dus nog een mouw gaan breien. Ik heb daar dus nog die steek op een apart kabeltje staan. Dat is een Nitpro kabeltje met stoppertjes eraan. Zodat ik dus die steken niet verlies. Ik had ook gekeken voor mijn Chougu naalden of ik daar stoppers voor kon vinden. Maar die zijn tijdelijk niet leverbaar. Dus vandaar dat ik even zo'n kort Nitpro naaldje of kabeltje er toen ingezet heb. Maar die steken die moet ik dus terugzetten op mijn naald. En die gaan dus gewoon op mijn Chougu naald. Moet ik alleen straks nog wel weer eventjes de naaldpunten verwisselen. Want de hele trui en de hele mouw heb ik gebreid op 4,5. En voor de boordjes heb ik 4 gebruikt. Want dan komt er dus nog wat extra rek in. Dus ik ga straks weer
Naald is 4,5 erop zetten en dan de steken overzetten op de naald. En dan nog uit de oksel, dus hieronder, de resterende steken ophalen. En dan kan ik dus weer de tweede mouw gaan starten. En dan komt het eind in zicht van de trui. Echt heel erg leuk om te doen. Ik heb hem een tijdje aan de kant geslingerd, maar ik heb hem er nu weer bij gepakt. Het gaat op zich nu best dus wel lekker. Ik weet nu in ieder geval ook hoe de patroontjes goed gebreid moeten worden. Die zaten al in mijn hoofd, maar op zo'n kleine manier vliegen er helemaal lekker doorheen. Ik weet waar ik moet minderen. Dus ja, het is gewoon eventjes een herhaling van alles. Dus eind komt in zicht. Nog één mouw te gaan en dan kan ik de draadjes gaan afhechten. En ja, daarna ga ik de trui nog blokken. Want ik heb de trui wel gepast. Qua lengte is hij gewoon echt heel erg mooi. Hij valt gewoon lekker soepel over mijn lichaam heen. Als ik hem dan toch nog even een klein beetje aantrek, dan komt hij nou, zonder al te hard aantrekken. Dan zit hij gewoon soepel. Dan zit hij ongeveer tot op mijn heupkoppen. Dus er zit behoorlijk wat rek in, evengoed. De mouwen, die lijken nu nog wat aan de strakke kant. Maar het is niet irritant. Het zit ook niet irritant in mijn oksel. Hij zit gewoon echt als gegoten. En omdat ik hem dus nog ga blokken, gaat het gaar nog wat uitzetten. Komen de steken patroontjes beter tot hun recht. Krijgt de trui ook meer het normale patroon. En dan ja, zit hij ook gewoon een klein beetje ruimer om mijn lichaam heen. Dus dan heb ik gewoon echt een lekkere trui erbij. Mijn allereerste trui. Jee! Het heeft al aardig wat pogingen gekost voordat ik het eindelijk voor elkaar had. Maar hij lukt uiteindelijk. Dus heel erg blij mee. Dus ja. Ik denk dat ik bij deze ook het weekvlog voor nu ga afsluiten. Ik heb denk ik alweer aardig wat materiaal weten te verzamelen. Overwege natuurlijk weer al het geklets van mij. Dus ja, ik wil jullie bij deze dan gaan bedanken voor het kijken naar dit weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden ook weer om naar te kijken. Geen idee dus wanneer ik hem ga online zetten. Ja, weekvlog van vorige week, die moet ik nog bewerken. Deze moet ik bewerken en ik ga alweer een nieuwe opstarten. Dus wie weet dat ik van het weekend even achter de computer ga kruipen en dat ik dan deze twee vlogs, dus dit vlog en het vorige vlog, allebei ga bewerken en kort achter elkaar online gaan laten komen. Dan wordt in ieder geval het materiaal allemaal gebruikt. En dan kan ik gewoon rustig aan gaan starten met mijn nieuwe weekvlog. Dus voor nu, dankjewel voor het kijken. Vergeet vooral ook eventjes niet te abonneren op mijn kanaal. Want de 10.000 heb ik nog steeds niet aangetikt. En dat zou ik wel heel leuk vinden als ik die wel ga aantikken. Dus mocht je nog geen abonnee zijn en wel vaker mijn video's kijken, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je je ook gaat aansluiten als abonnee op mijn kanaal. Doe dat door eventjes gratis en voor niks op die rode abonneerknop hieronder te klikken. En dan verschijnt er ook nog een belletje naast die abonneerknop als je erop geklikt hebt. En als je dan op het belletje drukt, krijg je in het vervolg ook nog eens een keer een melding als er een nieuwe video verschijnt. En dan blijf je dus gewoon lekker op de hoogte van mijn kanaal en mis je helemaal niks. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef hem een duimpje omhoog. Want ook daarmee help je mij dus ook weer te groeien met mijn kanaal en meer mensen te bereiken. Dus op die manier kunnen jullie me allemaal eventjes een steentje bijdragen om mijn kanaal verder te laten groeien. En alle informatie die ik in deze video genoemd heb, die is uiteraard ook allemaal terug te vinden onder in de beschrijving van de video. Hieronder heb je dus een klein veetje staan. Als je daarop klikt, dan gaat de beschrijving open. En daar staan dus alle linkjes en alle informatie uit deze video vermeld. Dus dan kun je daar ook nog eventjes een kijkje gaan nemen. En dan gaan we elkaar sowieso weer in het volgende weekvlog zien. Die gaat waarschijnlijk wel gewoon op de reguliere manier online komen. Maar goed, als je abonneert en op het belletje drukt, dan krijg je daar gewoon automatisch een melding van. Dus zorg ervoor dat je dat allemaal gedaan hebt. En dan gaan we elkaar de volgende keer weer zien. Dus dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!